Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zijn er weinig wolken boven onze omgeving te bekennen. En ook in de landen om ons heen niet. En dat komt door een krachtig hoge drukgebied op de Noordzee. Daaromheen staat een oostelijke stroming en die zorgt voor de aanvoer van droge lucht. Voor vanavond zijn er weinig wolken en de temperatuur gaat dalen naar 11 tot 13 graden. De wind zwakt land inwaarts af. Vannacht wordt het koud, minimumtemperatuur in het oosten van het land 4 graden. Aan de grond zou het een graadje kunnen gaan vriezen. Aan zee is het met 6 of 7 graden minder koud. En morgen eerst nog een paar mistbanken in de vroege ochtend, maar al snel komt de zon erbij, en het wordt s middag 15 of 16 graden bij matige oostelijke wind. En ook de dagen daarna hebben we nog invloed van het hoge drukgebied. Vrijdag en zaterdag is het nog droog, en wordt het 15 of 16 graden op de vrijdag. Zaterdag draait de wind naar het zuiden en wordt het warmer, 18 graden. Zondag is het ook nog warm, maar dan neemt de kans op een bui toe. Ik ben Diana Boei van weerplaza.nl